In deze video ga ik het hebben over categorieën. Niet alleen laat ik je zien hoe je deze kunt gaan aanmaken, maar ook wil ik je juist informeren waarom het gebruik van categorieën zo belangrijk is. Dit geldt voor zowel als je het kassasysteem hebt, maar ook bij een eventueel gekoppelde webshop. Laten we beginnen door via voorraad hier aan de linkerkant te kiezen voor categorieën, de onderste optie. Vanuit deze pagina kunnen we de categorieën gaan aanmaken. Voordat ik je laat zien hoe je dat doet, is het eerst goed te weten waarom categorieën juist zo belangrijk zijn. Binnen het kassasysteem kun je categorieën gebruiken voor het groeperen en terugvinden van je items. Dit is natuurlijk voor jezelf erg handig en overzichtelijk. Ook zijn er binnen het kassasysteem rapportages waarin je goed kunt filteren op categorie, zodat je een gespecificeerd resultaat terugkrijgt als je deze wil gaan uitdraaien. Nou, hoe maak je dan een categorie aan? Rechtsbovenin hier zien we de groene knop Nieuwe categorie toevoegen. Als we hierop klikken, dan kunnen we vanuit deze pagina een nieuwe hoofdcategorie aanmaken door deze een naam te geven. In dit geval gaan we een hoofdcategorie aanmaken en die noemen we kleding. Linksbovenin kunnen we op wijzigingen opslaan klikken om deze dan toe te voegen. Het scherm wat we nu zien geeft de mogelijkheid om onder onze juist aangemaakte categorie ook nog een subcategorie toe te voegen. Nou, laten we dit gelijk ook even doen. We hebben de hoofdcategorie kleding aangemaakt en ik wil heel graag t-shirts als subcategorie toevoegen door op deze knop hier te klikken. Maar ook heb ik een subcategorie met truien die wil terugzien. Wederom op de subcategorie klikken en op dit moment hebben we de subcategorieën toegevoegd. Als ik dan hierboven klik op categorieën om terug te gaan naar het overzicht, zien we dat je netjes de hoofdcategorie terugziet met daaronder de twee subcategorieën. Nou kunnen we bijvoorbeeld nog zeggen dat we een derde categorie willen gaan toevoegen, een sub-subcategorie, maar dan onder de t-shirts bijvoorbeeld. Dat is zeker mogelijk. Laten we dat gelijk even doen door op t-shirts te klikken en dan zien we eigenlijk eenzelfde soort pagina als daarnet. Kunnen we nu bijvoorbeeld zeggen, we gaan een korte mouw, subcategorie toevoegen. Maar hetzelfde kan bijvoorbeeld ook weer voor een lange mouw. Voegen we ook toe. En als we dan nu teruggaan naar het overzicht hierbovenaan van de categorieën, zien we dat er een subcategorie is toegevoegd onder de t-shirts. Dus hebben we eigenlijk drie lagen diep. Ik raad nooit aan verder dan deze drie lagen te gaan binnen je categoriestructuur. Niet alleen wordt het snel onoverzichtelijk als je steeds dieper gaat, maar daarnaast is het ook nog eens zo dat als je een webshop hebt gekoppeld, je echt niet verder dan de derde laag kunt gaan, omdat dat simpelweg niet wordt getoond. Dit was alles wat je dient te weten over het aanmaken van categorieën. Bedankt voor het kijken naar de video. Als het goed is, weet je nu hoe je één of meerdere categorieën en subcategorieën kunt aanmaken en waarom dit belangrijk is binnen het kassasysteem. Maar ook wanneer je de webshop hebt gekoppeld. Bedenk nu voor jezelf wat een goede categoriestructuur zal zijn binnen jouw winkel en ga je mee aan de slag voordat je de items gaat toevoegen. Heel veel succes!